Hallo mensen, welkom bij Kerbal Space Program, zoals het hier groot zegt. Ik zal eerst maar even vertellen wat deze game nou is. Deze game gaat erover om raketten te bouwen om dus naar andere planeten te gaan. De home planet is een soort van aarde, alleen het is Kerbin. En het is zeg maar een fictieve aarde. Nou, de Kerbals, dat zijn deze groene poppetjes hier. Ze zijn echt heel schattige poppetjes, zeg maar. En dus het doel is om dus op andere planeten dingen te doen. Nou, je kunt verschillende dingen doen. Je kunt een carrière doen. Of sandbox. En een sandbox, maakt niet uit, heb je gewoon geld en heb je gewoon alles direct geunlocked om te gebruiken. En in de carrière moet je echt langzaam opbouwen, zeg maar. Dan moet je echt grondonderzoeken doen om iets te kunnen unlocken, bijvoorbeeld. Maar wij gaan nu gewoon even sandbox doen. En daarvoor doen we een start nieuw. Ik ga dit noemen YouTube. En sandbox. Oh, er is dus ook nog een derde ding, dat is science. Maar dat is dus nog meer naar die grondonderzoeken, bijvoorbeeld. Onze vlag. Welke vlag zullen we gebruiken? Ik neem maar. Ik vind deze bullseye vlag wel leuk. Een beetje oranje. Oranje vind ik wel mooi. Dus ja. Nou, deze Gene Kerbin gaat dus allemaal dingen vertellen. Dat weet ik al. Thanks, I've got it. Dit is dus alles wat je tot je beschikking hebt. In de carrière mode begin je met alles op het laagste level. Of zelfs de dingen die niet nodig zijn. Helemaal niet. En dan moet je die dus gaan unlocken. Maar in sandbox heb je natuurlijk alles al. En dit gebouw hier. Kun je raketten maken. En in dit gebouw hier kun je vliegtuigen maken. En in deze video. Gaan wij gewoon een raket maken. En dat doe je. Door je verschillende dingen aan elkaar te plakken, zeg maar. Hier aan de linkerkant kun je alles vinden wat je nodig hebt voor een raket. Dus dit zijn allemaal commando pots, zeg maar. En dan heb je dus fuel tanks, engines enzovoort. Voor de raket van vandaag gaan we gewoon even een simpele command pot MK1 gebruiken. Dus ja. En we hebben natuurlijk wel brandstof nodig. Nou, zoals jullie konden zien, en ik zei het ook al, staat hier MK1. En dat is zeg maar het formaat. Zeg maar, dit is even groot als het goed is. En dan heb je MK2, dat is een ander type, al dat soort dingen. Dus daarom moeten wij ervoor zorgen dat wij ook een MK1 passende fuel tank hebben. Want ik kan wel even laten zien wat er gebeurt als je MK2 erop doet. Het kan wel. Maar ja, dit is nou niet bepaald aerodynamisch. Dus dat gaan we niet doen. Ik weet dat deze FLT, dus 100 tot 800 erop passen. En dat is gewoon met hoeveel brandstof erin zit. Ik begin maar gewoon even met één van deze aan, gewoon in het midden. En dan ga ik een kleine motor eronder doen. En ik moet niet vergeten om een parachute erop te doen. Want anders kunnen ze niet veilig landen. Dan ontploffen ze gewoon als ze terugvallen naar de aarde. Dit is in principe leuk zo. Ik heb alleen nog vergeten. Oh, dat mag blijven. Om er tussen te zetten. Waar staat dat? Volgens mij is het deze, ja. Hierbij zorg ik ervoor dat de command pot van dus de fuel tank afgekoppeld kan worden. Nou, op zich kom je met zo'n raketje ver genoeg. Alleen ik ga nog wat meer raketten eraan doen. En daarvoor ga ik gebruiken, als ik het kan vinden, de radial decoupler. Nou, met dit systeem kun je kiezen hoeveel je er wilt. Ik ga voor 3.
En hiermee zorg je ervoor dat deze drie zeg maar op exact dezelfde hoogte allemaal zitten. Dus jullie kunnen zien, mooi in het derde. In plaats van dat je dus zelf één voor één erop gaat zetten. En voor deze zijmotortjes ga ik de wat kleinere gebruiken. En dus ook die weer drie keer. En die zitten er nu aan. Helemaal goed. En dan natuurlijk weer de motoren. Wat ik wel nog wil gaan doen is iets aan de aerodynamica. Oh, dus MK7 is een beetje groot. Die passen erop. Dus dan gebeurt dat. En dan moet ik even goed opletten. Als eerste gaan die. Dan worden ze losgekoppeld. Dan gaat die tweede motor. Dat mag in principe in één handeling gebeuren. Dan wordt die losgekoppeld. En dan de parachute. Wat ik wel nog heb, zit hierin. Ik moet natuurlijk wel kunnen sturen. Ja. Welke kunnen dat? Welke zorg je ervoor dat je kunt sturen? Oké. Ik moet een beetje gaan kijken. Ik wil wel gewoon eigenlijk deze vleugel. Alleen dan moet ik even gaan kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat ik mijn raket wel kan gaan besturen als hij eenmaal in de lucht zit. Dus dat wordt even zoeken. Nou ja, ik heb niet kunnen vinden waar dat nou zit. Ik heb dat in een wat ouder filmpje gezien met dat ze er iets op doen om het te kunnen besturen. Wat ik wel nog ga doen is voor wanneer die gelarged wordt, met deze dingen blijft hij tenminste stevig staan. Ik doe het nu zo, dan blijft hij mooi stevig staan. Als eerste gaan die los. In principe mag dat de motor vuren ook in dezelfde. En dan ga ik hem wel even opslaan als mijn eerste raket. En dan save. En dan ga ik hem nu de lucht in sturen. En hopelijk ook weer landen. Hier staat hij. Beetje hoog. Ik denk dat hij het echt wat lager bij de grond zou staan. Maar goed. Hier links in deze balk. Misschien kun je dat lezen. Staat er throttle. En hier staat G-force. Throttle staat nu helemaal aan. Ik druk ook op T zodat de SAS aanstaat. Dit zorgt ervoor dat, dat de raket altijd netjes recht blijft vliegen, zeg maar. In plaats van dat hij gewoon rond gaat tollen, bijvoorbeeld. Voor de verschillende stages moet je op spatiebalk drukken. Dus wanneer ik nu op spatiebalk druk, gaat hij omhoog. Ja, ik had al even verwacht dat deze motoren iets meer kracht zouden hebben. Maar goed, het ze laten zien hoe je omhoog gaat. Ja, ik kan hem zelfs besturen, ook al heb ik geen dingen erop. Normaal, als je echt je raket serieus de ruimte in wil sturen, begin je niet nu al met draaien, zeg maar. Dan moet je ook wel sterkere motoren hebben, zeg maar. Maar het doel eigenlijk is om bij ongeveer 10.000 meter te komen. En nu zit ik te kijken hoe ik mijn raket weer recht omhoog ga krijgen. Dit werkt wel. Om bij 10.000 meter te komen, want dan zit je zeg maar in een wat dunnere atmosfeer. Dus dan kun je ook wat minder je motoren hebben. En dan moet je zeg maar gaan draaien om in een orbit om de Skirmin / de aarde te komen. Wij gaan niet bepaald zo hoog komen. We zitten nu op 1500 meter. Maar deze video is alleen maar om even aan jullie te laten zien wat er nou bedoeld wordt. Ik heb nu de motoren afgekapt. Ik koppel ze los. En nu zet ik ze weer compleet aan. En nu zit ik nog met één motor. Die ons waarschijnlijk niet. Ja, hij laat ons nog wel omhoog gaan. Maar nu zeker niet meer. En nu ga ik even recht naar beneden.
Ja, nu wordt de keuze. Ga ik hem veilig laten landen met de parachute? Of zal ik hem gewoon laten ontploffen? Weet je wat? Ik laat hem wel gewoon landen met de parachute. Gelukkig ging het goed. Oké, help losse. Ik vergat de parachute te openen. Holy shit. Dan zijn er nog meer onderdelen van mijn raket. Die ontploffen nu ook lekker allemaal. Maar goed, jullie hebben nu ongeveer het idee waar deze game om gaat. Laat even in de comments weten of jullie nog meer van deze game willen zien. Of dat jullie gewoon zo zeggen van, nee, rot op met deze game. Het is echt heel saai. Het is wel, ik ga wel wat beter mijn best proberen te doen. Ik vergat nu alleen de parachute openen. Maar goed, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Ja, en daar probeer ik volgens mij via de bus. Shit! Ik wou niet dat nou echt alleen maar doen omdat ik op de tafel stond. Shit. Nou ja, ik wou toch met